Champs, goed om jullie weer te zien. Ik ben heel blij dat ik mag zitten naast Andy Risti. Goed om jou te zien. Welkom. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. We zijn vandaag aanwezig bij een viewing van Videoland. Het gaat natuurlijk over de serie die zaterdag de 26e gelanceerd wordt op Videoland. Ga snel een abonnement halen. Waarom moeten ze een abonnement halen? Omdat ik erin zit. Oh, dat is de beste reden die je vandaag nog hoort. Schaf snel een abonnement aan. House of Glory. Yep. Hoe vond je de hele ervaring? Heel geweldig. Heel erg geweldig. Ik vond het een mooie ervaring om daar te zijn, om gekozen te worden. En het was zo prachtig om mee te maken met al die jonge vechters. Dus ja, ik heb ervan genoten. En daar noem je wat. Je zegt jonge vechters. Jij bent het oudste van dit stel, maar je bent ook nog maar slechts 41 jaar jong. Maar je bent wel een ervaren rot in het vak. Ja, dat klopt. Maar de jongens zijn ongeveer 20 jaar oud. 23. Ja, misschien eentje van 30. Maar ik ben 41, dus wel ervaren. Maar wel de oudste, denk ik. Vertel even kort over jouw rijke kickboxverleden. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb een mooie carrière achter de rug. En ik heb ook een titel behaald, wereldtitel. En ook verschillende landen geweest. En ik was wel een lieveling voor de vechters. Voor de kijkers, laat me dat zeggen. En ja, iedereen, ja, ze hielden van mijn stijl, laat me dat zeggen. En unorthodox. En ja, ik heb toch wel een mooie carrière achter de rug, kan ik zeggen. Ja, dat is mooi, hè? Jullie horen het. Hij is al wereldkampioen geweest. Hij heeft al meerdere titels op zak. En het is een onorthodoxe vechter. Hij is inderdaad mooi om te zien. Het is een echte knokker. Zeg ik dat zo goed? Klopt, klopt, klopt. Dat zeg je heel goed. Dus ik ben niet, laat me zeggen, een vechter die je kan voorspellen. Van, dit gaat hij doen. Weet je, dus ik ben onvoorspelbaar, kan je dat zeggen. Dus ik ben wel gewoon onorthodox. En iedereen hield van mijn stijl, dus laat me dat zeggen. Dat vond ik ook mooi en ik ben ze dankbaar. Ja, onverwachte vechters zijn vaak de gevaarlijkste. Dat klopt. De klap die je niet ziet aankomen, die doen mee het meeste pijn. Maar House of Glory, wat vond je van het concept? 16 deelnemers, verdeeld over 2 coaches. Ze staan precies achter je met je mee te kijken. Rico Verhoeven en Bader Hari. Ja, het zijn goede vechters. Ze hebben een mooi programma bij elkaar kunnen creëren. Dus wij waren dus gekozen door hun. En ja, ik vind het heel mooi dat zij ook erbij waren. En dat natuurlijk Badr ook mee koos in zijn team. Want je moest uiteindelijk geselecteerd worden. Dus het is voor mij een hele mooie ervaring geweest, kan ik zeggen. Je verklapt eigenlijk al iets. Je verklapt nu al in welk team je zit. In het kort, je hebt respect voor beide heren. Maar waarom heb je respect voor Rico en waarom heb je respect voor Badr? Ja, Badr en Rico zijn grote helden. Ze hebben heel veel gedaan in de vechtsportwereld. En ja, het zijn vechters waarop je naar kan kijken. Dus ja, dat is wat ik kan zeggen van ze, hoor. In het programma is het natuurlijk heel veel 1-1 knokken, maar er zijn ook opdrachten aangekoppeld. Kan je daar kort iets over vertellen? Ja, we hadden dus challenges. Dus we hebben moeten meedoen aan wat trainingen, een beetje uitdagingen. Dus ja, het was wel een beetje pittig, onverwachts. Hoe vond je dat? Ja, geweldig. Ik vond het leuk. Ja? Ik vond het leuk. Ik vond het echt verrassend, maar leuk. Jij houdt wel van een challenge. Ja, dat wel. Dat is gewoon de vechterijen. Kom maar op. Klopt, dat klopt helemaal. En hoe vond je het? Ik heb het net ook aan je collega's gevraagd. Maar hoe vind je het om jezelf terug te zien? Ja, ik vind het gewoon bijzonder. Ja, dat ik mee mag doen. En ja, als ik mezelf zo zie, dan geniet ik gewoon ervan. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb ook genoten van jouw personage. Ja. Dankjewel. Denk. Want jij hebt iets met vogels. Klopt, dat is mijn hobby, Surinaamse hobby. Dus wij Surinamers die houden van dat soort, niet iedereen hoor, maar het is echt een hele leuke hobby. En ik ben ermee opgegroeid in Suriname en
hier woon ik in Nederland nu, dus ik heb nog steeds mezelfde vogels. Ook al is hij in Nederland nog steeds vogelliefhebber. Laatste vraag en dan laat ik je gaan, want je bent druk, bezette man. Wat zijn jouw ambities? Jouw korte termijn ambities binnen Glory? Ja, kijk, ik heb nu een contract getekend van ongeveer 2 jaar. Ik denk dat ik nog zal meedoen in Glory. Dat ik misschien door Tim nog, Robbie Timmers, nog gevraagd word om mee te doen. Dus ik kijk er naar uit. Ik ben gewoon rustig aan het trainen. In die tussentijd ben ik bezig met mijn eigen bedrijf, de Zonnepanelenwereld. Dus ja, ik sta er klaar voor. Andy, bedankt voor je tijd. We gaan je in de gaten houden. Ik weet zeker dat ik jou in de toekomst nog wel zal spreken. Heel veel succes in de toekomst en we zien je snel weer, champ. Oes!